EWS Plaagdierenpreventiedienst houdt zich bezig met een viertal disciplines in ongediertebestrijding. Ten eerste hebben we ongediertebestrijding en preventie, zowel knaagdierenbestrijding, vlooienbestrijding, controle van wespen. Als tweede discipline werken we in de houtbescherming. Gekende problemen in hout zijn aantastende zwammen, kleine houtwormen en insecten. Als derde discipline hebben we de faunabeheersing. Hieronder verstaan we ongediertebestrijding op het buitenterrein. Gekend zijn problemen met vogels, bijvoorbeeld duiven op kunsthistorische gebouwen of de eikenprocessierups. Ten slotte hebben we de voorraadbescherming door middel van begassing. Het is namelijk zo dat vele van onze voedingsvoorraden af en toe aangetast worden door insecten of mijten.